Sie haben Glück, dass Sie Deutsche sind. Sie können zurückfahren. Ich will nicht zurück. Ich will weiter. Meine Eltern... Fräulein von Heele. Noch einen Tag und die deutsche Armee besetzt die Niederlande. Ich muss weiter. Bitte. Mein zukünftiger Mann ist sehr reich. Sind Sie Jüdin? Nein, ich bin kein Jude. Und der ist der Jude? Ausweis. Nein, er ist kein Jude. Er ist holländischer Meister im Boxen. Bald wird er Weltmeister sein. Ach ja. Feldwebel! Jawohl. Vincent de Graaf, kennen Sie den Kerl? Holländischer Meister im Boxen? Der holländische Olympiasieger und Europameister im Leichtgewicht heißt Bert van Klaveren. Von einem de Graaf habe ich noch nie etwas gehört. Unser Feldwebel ist Profiboxer. Er heißt Schloss. Schloss, die kenne ich. Nummer 5 in Deutschland. Und in Europa, auf der Rangliste, ist er Nummer 17. 17. Aber ich bin besser. Als ich von die Schloss win, dann können wir door naar Duisburg. Je wilt tegen hem boksen? Nu? Dat scharminkel? De ene hand achter mijn rug. Stel het maar voor. Wat zegt er? Er vraagt of ze angst hebben voor Holländern. Wir? Angst vor Holländern? Wer hat Ihnen das denn eingeflüstert? Ihr kleiner Preisboxer da? Aber Sie verstecken sich im Wald. Wertes Fräulein, wir warten auf Befehl aus Berlin. Und innerhalb von 2 Tagen sind die Niederlande von der Landkarte verschwunden. Wirklich? Und trotzdem haben Sie Angst vor einem holländischen Boxer? Feldwebel, Schloss! Kommen Sie doch mal gerade her. Schloss? Guck mal! Ein heel ijdel. So, die erste Runde war für die Show. In der zweiten Runde machst du ihn alle. Ja? Maak hem gek. Ga dansen. Het zal een boxwedstrijd, hè? Hör zu, gib hem saures. Klar? Wegdansen. Zodat hij achter je aankomen? Dan kan hij niet tegen, dat hij kwaad en dan bam! Maak je sauerkraut van hem. Dansen en sauerkraut. Oké. Ik kan er toch wel bij. Nein! Gnädiges Fräulein, gute Reise. Was? Nix. Bleib stehen, du Arschloch! Eva kende het verschil niet tussen foute en goede Nederlanders. Sinds de invasie waren de rollen ook op slag omgedraaid. En de goede Nederlanders hadden een hekel aan alle Duitsers.
Ik niet. Ik kon Eva niet haten. Zij behandelde mij niet langer als een bediende, maar als een gelijke. Tenminste, zolang we met z'n tweeën in de auto zaten. Is dat de auto van je ouders? Allemaal spelfout. Deze dame heeft een brief van de burgemeester van Rotterdam en een verzoek tot directe vrijlating van het gezin van Heerlen. In orde. Het is in orde. Hé jongens, jongens, de Duitsers zijn door de grebben heen. Ja, kom op man, ze zijn de brug al bijna over. Ze komen met twee kolommen. U heeft NSB'ers in dienst? De gemeente besteedt haar werk uit zonder aanzien des persoons. Wij doen niet aan politiek. Deze muur blijven ze af. Iets voor Hare Majesteit. Hoe is dat? Eva, moet die? Eva. Ach, mijn lieveling. Hoe is de Herman? Niet schrikken, Eva, kalm blijven. Herman, ich bin wieder bei dir. Lass mich probieren. Herman. Wer ist das? Unser Fahrer. Rüstig mal. Herman? Keine Uniform. De grebbelinie is verboden voor particulieren. Ik heb een vrijgeleide. Ga het controleren. U moet dringend de politie van Doesburg waarschuwen. Een spion en een landverraaier probeert te ontsnappen. De politie moet hem arresteren. Ja, onder andere verificatie van een vrijgeleide. Bent u Vincent de Graaf? Ja. Moet ik u arresteren? Wat? Waarom? Bevel van hoge hand. Landverraad. Maar dat is een misverstand. Ik ben maar een eenvoudige bakkersknecht. En ik boks een beetje in mijn vrije tijd. Maar meneer, dit klopt niet. Ik doe helemaal niet aan politiek. Dat is alleen voor de hoge heren in Den Haag. Wie heeft dit gezegd? Net over gebeld. Spijt me. Tatoeage. Ja, man, nein. Als je dat leuk vindt. Een fahrer zal nu varen. Hij heet Vincent, moet hij? Een fahrer had geen voornaam, Eva. Wat willen ze bereiken in hun leven? Vincent is een talentvol bokser. Waar mensen kapot slaan, maakt hem gelukkig. Als bokser vecht je niet tegen een ander, maar tegen jezelf. Het is een sport voor barbaren. Alsjeblieft genoeg benzine. Wat denkt u dat er met ons gebeurt als de Duitsers ons te pakken krijgen? Deze tank halen we Rotterdam nooit.
Maar het moet gewoon. Misschien net Utrecht. Eva, zeg jij eens wat. Utrecht. De familie van Heerlen mocht niet vertrekken zonder mij. Ik kom niet voor niks uit Rotterdam, dwars door de linies. U had duidelijke instructies direct van de militaire staf. Vincent de Graaf laten ontsnappen is een landverraad. Waarom heeft u hem niet doodgeschoten? Nu verkeert mijn verloofde in levensgevaar. Dat zal wel loslopen. Uw verloofde en die verraaier konden prima met elkaar overweg. U hoort hier nog van. Kom mee. Wij wachten wel in de auto. Schieten jullie een beetje op? Vincent. Oma! Verrassing! Is dat je meisje? Nee, dit is juffrouw van Heerlen. En ze trouwt morgen in Rotterdam. Maar niet met mij, hoor. Oh, jammer. Een kwartje voor je uitzet. Hallo, afzetten. Kijk, dit is mijn huwelijkscadeau. We moeten naar de tram, hè? Anders missen we de tram. Je hebt Appie zelf gemaakt. En na mij heeft Vincents moeder het gekregen op de trouwdag. Oma, we hebben haast. Waar kunnen we benzine krijgen? We moeten naar de tram, anders missen we de tram. Let maar niet op hem. Hij wordt zo dement als een deur. Wat prachtig. Waarom draagt je moeder het niet? Nee, dat kan niet. Ze is niet meer bij ons. Doe maar een neutje. Een neutje. De Rijksdaalden verbeeldt de man, de gulden de vrouw en de kwartjes en de dubbeltjes de zonen en de dochters die we hoopten te krijgen. Maar ik bewaar hem voor Vincent bruid. Waarom heb je eigenlijk zo'n haast? Moet je trouwen? Ja, geneer je niet. Ik moest het ook. Ik had zo'n toeter in mijn bruidsjurk. Oma, benzine. Zeg, hou jij je plaporen dicht. Dit is vrouwenpraat. Ik moet wel trouwen, maar niet omdat ik zwanger ben. Met het huwelijk red ik mijn broertje, Herman. De nazi's willen alle zwakzinnigen gaan uitroeien. En Herman is van Lotje. Hij is Mongool. Ach, dat zijn zulke schatjes. Daar kan je een bult mee lachen. Zeg, je houdt toch wel van hem, hè? Van je aanstaande. Anders heb je er niks aan, hoor. Hij is heel betrouwbaar. En hij is erg goed voor mij en mijn familie. Mooi. We vertrekken meteen. Moeder, het is al bijna donker. We vertrekken morgen. Maar de benzine. Straks roven ze het weer uit de auto. Hé, hey, Vince houdt wel een oogje in het zeil. Niet, Vince? Wel gefeliciteerd met je dochter. Zeg, als jullie willen, App en ik kunnen een beetje inschuiven. Kussens op de grond, er is plek genoeg voor iedereen. Heel vriendelijk. Maar mijn zoon logeert niet graag. Herman is ook welkom, hoor. We hebben familie in de buurt. Met een hotel.